Een driehoek tekenen met geodriehoek. Je had misschien al gezien, want hij ligt al klaar. Hoe teken je nu een driehoek met je geodriehoek? Nou, de passen kun je al. Het heeft ermee te maken dat je hoeken gaat krijgen. En die hoeken, die moet jij gaan tekenen met je geodriehoek. Dus zorg dat je wel hoeken kunt tekenen. Anders eventjes kijken in je boek hoe het moet. Of even een filmpje kijken over hoeken tekenen. Nou, als je nu een driehoek moet tekenen en je had alleen de zijde, hoofdstuk 1, dan had je drie zijdes. Dan mocht je van mij zo schetsen. Want dat was voor jullie lastiger te zien hoe je dat moet schetsen. In dit geval is het gevaarlijk omdat we met hoeken zitten. Het is zo fijn als je in je schets kunt zien of een hoek scherp of stomp is. Nu is dit ook heel makkelijk te schetsen. Ik ga eerst de schets laten zien en daarna de tekening. Wil je zien hoe ik hem teken? Die tekening werkt ook zonder schets, dus het staat eigenlijk los van elkaar. Scroll dan eventjes daar naartoe. Ik ga het straks laten zien. Dan eventjes dus die schets. Nou, hoe maak je nu een goede schets? Je ziet hier staan dat P 70 graden is. Dat is een scherpe hoek. Dus je kunt een scherpe hoek tekenen. Hoek Q is 20 graden. Die is nog scherper. En dan kun je de letters erbij zetten. P en Q. Dan is dit automatisch R. En deze was 6 centimeter. Deze is 20 graden. En deze is 70 graden. Dit is zo gebeurd. En hiermee voorkom je dat je op de toets per ongeluk zo teken. Precies gespiegeld, zeg maar. En dan krijg je 0 punten waarschijnlijk. En het is zo zonde. En als je schetst, dan zie je het meteen. Dan zie je het. Hey, wacht even. Kak, mijn tekening klopt niet. Hè? Dus, nou, daar gaan we. Dan kun je altijd beginnen met PQ. Dus daar, die tekenen we gewoon. PQ van 6 hokjes of 6 centimeter. 2, 4, 6 gedaan. We hebben meteen de letters erbij. En dan gaan we, schrijf de letters ook duidelijk en hoofdletters. Dan pak ik mijn geodriehoek weer. En nu ga ik eerst hoek P tekenen. Hoek P moet 70 graden zijn. Nou, ik ga ervan uit dat je al hoeken kunt tekenen. Anders even het filmpje kijken bij over hoeken tekenen. Staan er wel 30 op. Nou, 30, ja, misschien wel. Ook met de vorige oude filmpjes erbij. In ieder geval 20. Dan leg je je 0 zo op de P. Dat bedoel ik niet zo, dat bedoel ik niet zo, maar dat bedoel ik zo. Op deze manier. Oh. Het moet echt keurig netjes precies zijn. Anders meet je straks een graad verkeerd. Nou, dit heb ik zo goed weggelegd. Dus de 0 zo er tegenaan en zo langs de tekenlijn. Alsof je zo die lijn hebt getekend. Dan heb ik twee kanten om af te lezen. Rechts of links. Is geen regel voor in de zin van het is een stomp of een scherp hoek. Je kijkt gewoon waar zit de hoek. Nou, hier zit lucht. En hier zit het been. En aan de andere kant van het been, daar ga je tellen. Dan krijg ik altijd weer de vraag. Ja, maar ik kan toch gewoon altijd de binnenbocht pakken of altijd de buitenkant? Nee. Altijd pak je daar waar de 10 staat. Dus niet van het is een stompe hoek, dus ik begin aan de buitenkant. Nee, je begint altijd waar de 10 staat. Geloof me. Dus, dan gaan we naar hoek P moet 70 graden zijn. We zijn hoek P aan het tekenen. Hoek P is 70 graden. Dan zet je bij 70. Want we moeten bij de 10 beginnen met tellen. Een puntje. Ik heb hem net iets te ver gezet, maar het is maar even over de aanpak. Hè? Het is best lastig om dit op je scherm goed te tekenen. Zo. Oh. Zo. Hoppa. Nou, die heb ik nu gedaan. Teken hem lang genoeg door. Nu weet ik van hoek Q dat die 20 graden is. Hoek Q is 20 graden. Nou, nu moet ik niet hier gaan tekenen. Sommigen gaan dan hier tekenen en dan zo tekenen. Dat is niet goed, dat is fout. Want we zijn bij hoek Q bezig, dus je moet ook echt je geodriehoek bij de Q leggen. En dan beginnen we aan deze kant nu met tellen. Aan de andere kant van het been beginnen we met tellen. En dan bij de 10, hè? Dus bij de binnenkant deze keer. En dan bij 20. En nu zeg je misschien, jij ja, zet het puntje toch aan de buitenkant. Ja, dat klopt, ik kan hem hier niet zetten, want daar ligt mijn geo. En bij de 20... De 20 hoort ook bij dit streepje. Dus daarom zet ik het puntje wel aan de buitenkant. En dan kan ik hem vervolgens tekenen. Ja, doe ik even zo. Jullie moeten langs je geo tekenen, hè? Maar bij mij gaat hij zo stug. Dus doe ik hem even zo. Nou, nu zijn er heel veel die stoppen nu. En dat is niet goed. Je moet hier echt nog bijzetten de R. De hoofdletter R. En de hoeken. Dus deze hoek is 70 graden. Dat zet je erbij. Of erin of zo erbij. Deze hoek is 20 graden. En hoek R, ja, die is onbekend. Daar ga je later nog uit rekenen. Ik kan al verteld dat die 90 graden is. Moet je maar eens over nadenken hoe ik dat zie. Niet omdat die 90 graden lijkt zo.
Maar ik zie het ook op een andere manier. Ga je straks de hoekrekening krijgen. Misschien heb je wel een idee hoe ik dat zie. Zo, 6 centimeter. Dit hoeft bij ons niet zozeer bij de graden wel. En dit moet er bij andere docenten weer wel bij. Wisselt af. Ja, dat is bij iedereen anders. Dat zijn dingen, dat moet je vragen. Hè. Moet je even gewoon vragen. Nou, dat was hem. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!